Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Vandaag ontvangen ik, Vito en Yves twee meiden die een wens hebben gestuurd bij Make-A-Wish. Make-A-Wish vervult wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Vandaag komen Nienke en Dyna. En als eerst komt dus Dyna. En die komt zo meteen aan de weg met een limousine. En ze weet nog niet dat ze mij gaat ontmoeten. Ze heeft het wel ingestuurd, maar ze heeft nog geen idee waar ze heen gaat. En ik ben dus van plan om met Vito aan de weg te gaan staan. Maar ik wil eventjes zijn manen loshalen. Want dan staat hij daar met van die mega krullen. En we gaan ze vandaag echt een mega leuke dag bezorgen. Ja, ze mogen de paarden ontmoeten en we gaan samen borstelen. En wat ze ook nog niet weten is dat ze een rondje mogen rijden op Vito. En als het goed gaat, ga ik ze wel een klein lesje geven. We zijn nu aan het wachten op de limousine. Ze heeft net bij de Cool Cat een hele nieuwe outfit geshopt en komt nu hierheen. Vindt nog steeds helemaal voor niks. Volgens mij... Oké, ze komen er nu aan. Ik zie nog geen limo, maar ik kreeg net een seintje dat ze er zijn. En ik wacht op het laatste moment met Vito, want dan weet ze het nog steeds niet. Want dit kent ze natuurlijk van Paardenpraat TV. Ja, ik zie de limo. Oké, wacht even hoor. Ja, we gaan nu. Kom. Vito, heb je al zo'n limo gezien in het echt? Wow, ik heb nog nooit in een limo gezeten. Vet gaaf. Hallo! Ja. Die naam er ook op, vind ik cool. Hoi Dyna! Brit! Wat leuk om je... Oh, zo lief! Moet je huilen ervan? Ah, kom hier! Wist je dat je mij ging ontmoeten? Helemaal niet! En had je dat als allergrootste wens ingestuurd? Zo leuk! En weet je wie ik ook bij me heb? Okay. Vito! Kijk je al onze filmpjes? Oké, nou ik zeg, wil je meenemen? Ik heb nog veel meer verrassingen voor je. Ja, Vito staat al een tijdje te wachten. Oké, kom, we gaan naar binnen. Ja, hij is heel lief. Kijk, daar is de stal. Hé, wat ziet er cool uit. Heb je gewinkeld? Ja. Vet. Met de Cool Cat. Daar kocht ik vroeger altijd al mijn kleren. We zijn nu in de stal van? Yves en Vito. En heb je dit allemaal wel eens op de video's gezien? Ja. Ja? Wil je nog een kleine rondleiding? Ja. Ja? Oké, nou, ik ga je een kleine rondleiding geven. Dit is de binnenbak. En zeg maar die rails die je daarboven ziet, daar zit een sproeier aan. En er komt allemaal water uit. Want als het heel stoffig is, dan vinden de paarden dat niet lekker. Dus dan sproeien de hele bak. Dus deze bak heeft eigenlijk bijna geen stof. En dat is heel fijn. En kijk, dan gaan we even een rondje lopen langs alle paarden. Weet je wie deze is? Nee. Kijk, dit is Costa. Dat is het grootste paard wat ik ooit heb gezien. Moet je er maar eens naast staan. Wow, dit is echt... Niet normaal, hè? Ja, dit is Happy. Die wordt altijd aandacht. Kijk, wie is dat? Yves. Ja, Yves is heel lief. Die houdt heel erg van knuffelen. Wil je hem even aaien? Ja. Ja, Yves geeft kusjes. Zie je dat? Kijk, ze kreeg allemaal kusjes. Als Yves iemand lief vindt, dan geeft hij heel veel kusjes. Nou, dan vindt hij jou wel heel lief. En vind je mij ook lief? Yves, krijg ik ook kusjes? Kijk, moet je kijken. De bles van Yves. Die heeft een soort van highlight. Ja, dat is cool. Cool, hè? En dan hebben we nog een trilplaat. Dat is heel grappig. Dit gaat trillen. En het voelt vet raar, hè? Ja. Kijk, jullie voelen het thuis niet, maar je trilt helemaal. En nu staat hij op de allerlaagste stand. Zij kan nog veel hoger. Dat is vet raar, hè? Oké, maar ik heb jullie een rondleiding gegeven. En ik heb ook een verrassing voor je vandaag. Wil je die horen? Jij mag vandaag op Vito rijden. Oh, cool. Vind je dat cool? Zullen we gaan borstelen en opzadelen en alles doen? En Dyna, wat heb jij met paarden? Kom wel aan jouw kant, dat is een gezellige. Ik vind ze heel erg leuk en ja, altijd als ik ga paardrijden word ik altijd blij. Ja, want even kijken hoor, jij hebt, hoe heet het, Duchenne-ziekte en wat is dat precies? Dat is dat je slijm in je longen hebt en dat gaat er dan lastiger uit dan bij mensen, bij normale mensen zonder die ziekte. En je kan er wel mee paardrijden? Ja. Ja, gelukkig. Alleen soms met de stof, als we in de buitenbak bijvoorbeeld gaan, dan vraagt mijn rijinstructrice of
Of het gaat en als het niet gaat, dan mag het meestal vrijrijden in de binnenbad. Oh, oké, okay, want dingen met stof, dat is ook vervelend. Ja. Droom je ook stiekem van een eigen paard? Ja. Ja? En wat is je lievelingsras? Een Fries en een IJslander. Een Fries? Nou, wat toevallig dat je nu op een Fries gaat rijden. Ja. Heb je al vaak op een Fries gereden? Nee, eerste keer. Is het de eerste keer dat je op een Fries gaat rijden? Oh, dat is ook nog eens extra leuk dus. Ja. En een Fries rijdt zo lekker en Vito is echt heel lief. Kijk, die voorpruk is ook groot, hè? Ja. Zit gewoon op bijna een puntje van zijn neus. En hij heeft ook een snor. En in de winter wordt die snor altijd heel groot. En in de zomer, omdat hij zoveel gras eet, wordt die snor steeds kleiner. Dus aan het eind van de zomer heeft hij helemaal geen snor meer. En in de winter heeft hij weer, wordt zijn snor weer heel groot. Kijk, en hebben we daar een krukje. Dan kan je met het krukje kan je opstappen. 1, 2. Zo, volgens mij zitten ze wel goed, je beugels. Ja. Nou, dat kunnen echt vrij weinig mensen zeggen dat ze op Vito hebben gereden. Ja. Nou, ik zou zeggen, geef maar gas. Goed zo. Nou, je kan natuurlijk... Hoe lang zit je al op paard rijden? Volgens mij 1,5 jaar. Oh, nog helemaal niet zo heel lang. Nee. En wat kan je allemaal al? Kan je al draven en... Ja, ook galopperen. Oh, dat ook? Cool. Ja. Galopperen op een Fries is echt heel lekker. Je zit echt als een stoeltje. Okay. Echt, dat vind ik zo, als het echt waar. Dat is voor jullie thuis ook heel leuk om te weten. Een Fries, als ze goed kunnen galopperen, zitten ze echt als een stoel. Je zit er stevig in. En je zit ook hartstikke netjes, helemaal rechtop. Oké, we gaan even kijken of je kunt draven. Geef maar een schopje. Nou, supergoed! En wat vind je ervan, draven op een Fries? Wel heel apart. Apart, hè? Ja. Even kijken, we doen even de grote volt op het midden. Ja, draf. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Ja, galop. Kom. Vitootje. Zit je goed? Kom. Kom, kom, kom. Ja, daar gaat hij. Goed zo. Gaaf is dat, hè, Fries? Ja. Braaf. Zo, nu draaf hij wel heel stoer, hoor. Goed zo. En kijk of hij wat harder kan. Kom. Ja. Ja, goed zo. Zo. Wat vond je ervan? Ik vond dat cool. Cool? Hou je vast. Woehoe. Superleuk, hè? Ja. Het is nu 1 uur en dat is etenstijd voor de paarden hier. Dus we brengen hem naar stal en dan kan hij lekker eten. Kijk, dit is het voerhuisje en hier staat al het voer in. En kijk, we hebben hier een blaadje, want niet iedereen, niet elke dag voert iemand hetzelfde. Kijk, en er staan hier alle paarden op en hier hoeveel ze moeten hebben. En Vito krijgt maar een kwartje wiks, want Friese worden heel snel dik. Maar hij mag nu wel een halfje, toch? Dat heeft hij wel verdiend. Ja. Dus we gaan even een halfje wiks pakken. Oh, alle paarden krijgen... Ik hoor dat de voerkar wel aankomt. Oh, jij wil nog ook wel een brokje. Oké, okay, kijk. Gooi hem alles hierin. Zo. Lekker eten. Nou, vond je het leuk vandaag? Ja. Ja? Nou, ik vond het echt super leuk om je te ontmoeten. En ik wil je een dikke knuffel geven. Ik vind het heel gezellig met je, maar ja. Volgens mij staat de limousine weer klaar voor je. Ga je nog meer leuke dingen doen? Weet ik weet niet. Van niks. Ik moest net super hard rennen, want we waren Dijna nog een goodiebag vergeten te geven. Maar Vito heeft eventjes uitgerust en we zijn nu aan het wachten op Nienke. En ik sta weer aan de weg en ik sta weer achter het bosje, want ook Nienke weet niet dat ze hier vandaag naartoe gaat. Ik weet ook niet van welke kant ze komt. Ik zit een beetje zo kijken, links, rechts, links, rechts. Ah, ik hoop dat het ook voor Nienke net zo leuk wordt als met Dijna. Het is gewoon zo'n, het geeft zo'n goed gevoel als je gewoon, als iemand zijn grootste wens is dat hij mij mag ontmoeten en je kan het gewoon uit laten komen. Dat is voor mij een kleine moeite. Oh, daar komt hij aan. Wauw, een roze limo. Vette shit. Kom, we gaan erheen. Kom Vito, we gaan naar jezelf in die kleur, ja. Ja, weet je wat wel een beetje eng is van limo's? Je kan niet door het raam kijken.
Maar zij kunnen jou wel zien, dat is wel lekker. Hoi Nienke. Hoi Brit. Nienke. Leuk om je te ontmoeten. Zo. Ja. So, waar moest je helemaal vandaan komen? Groningen. Heel hard Groningen? Ja. Maar dan moet je wel lang in de limo. Ja, dat is wel leuk. Hoi. Hallo Brit. Hoi Brit. Oh, de limo komt helemaal leeg. Ja. Hoi Brit. Gerdine. Hoi Brit. En dat zijn jouw vriendinnen en, ja. En vader en moeder? Ja. Ja. Oké, okay, nou ik heb echt allemaal leuke verrassingen voor je. Dus kom mee naar binnen. Hier. Neem jij mee? Ja. Ik vind het sowieso super gezellig dat je hier bent. Maar nog gezelliger is als we samen gaan rijden. Lijkt je dat leuk? Ja. Ja? Wil jij op Vito? Dan ga ik op Yves. Ja, is goed. Ja? Oké, okay, ik dacht dat vind je vast wel heel erg leuk. Ik ga Vito aan jou geven dan. Ik doe ze wel altijd gewoon elke avond doe ik ze weer in de vlecht. Oh ja. Ja, ik heb ze ook altijd in de vlecht. Want die van mij houdt nogal van schuren. Oh ja, dat is zonde. Oh, heb jij een paard aan huis? Ja, gewoon op een boerderij. Oh, zo vet. En wat voor dieren heb je nog meer allemaal bij je thuis? Koeien. En nou ja, we hebben 3 honden. Ik heb net een jong hondje erbij. Oh, wat voor hondje heb je? Een stabij. Oh, die is zo leuk. Een Friese stabij. En hoe heet je paard? Trinke. Oh, echt Fries inderdaad. Ja. Echt Fries. Je hebt toevallig de 2 Fries bij ons op stal. Je hebt Vito en Teddy. En dat is ja, toevallig alles behalve Fries. Ja, nou, Vito houdt ook echt heel erg van ja, dat is zijn lievelingsplek. Dan gaat hij altijd helemaal een soort van aan de teugel gaat hij. Ja, hij vindt het echt heel lekker. Die krijgt ook nooit genoeg van borstelen. Nee? Nee. En hoe vaker per week rij jij? In het begin reed ik op zich ook wel 5 keer per week. Maar nu, ja, ligt het er een beetje aan. Ja, want hoe gaat het nu met je? Ja, op zich wel goed. Alleen ja, soms heb ik wel van die dipjes. Ik denk van, ja, ik weet niet meer. Omdat ik dan heel veel wil. Maar dat lukt het allemaal niet. Nee, dus ik snap het inderdaad. En, maar paarden zijn wel een soort van, heb jij dat ook altijd een goede steun voor je is? Ze zeiden ook tegen mij, want ik liep bij iemand te praten. Zei die tegen mij, ja, misschien moet je een boek gaan lezen. Dus ik had een boek gekocht. Ik heb nooit haast in gekeken. Een bladzijde. Ik lees ook nooit boek hoor. Toen zei ze, nou, dan moet je gewoon maar gewoon met je dieren verder gaan en niet iets anders. Want dat is voor jou een stukje ontspanning. Ja, precies. En wat moet je nu allemaal doen? Ben je vaak in het ziekenhuis? Of, Nee, ik moet 23 mei volgens mij moet ik voor een MRI naar Utrecht. Want ik heb al mijn behandelingen al gehad. Ik heb chemo's gehad. Ik heb een eerste operatie, hebben ze 8 liter vocht in mijn buik gehaald. En een tweede operatie hebben ze het verwijderd. Ook de uitzaaiingen. En nou ja, ik ben heel wat kwijt. Ik ben een eierstok kwijt. En nog een, bijna een derde van een eierstok. Jeetje. En mijn buikschotwand. Nou, ik ben in ieder geval blij dat de dieren wel een beetje wel steun geven. Veel beter dan een boek, zeg maar. Ja, gelukkig wel. En hoe lang heb je nu jouw paard? 4 jaar. Oh, en die had je al voordat je dit kreeg? Ja, want dus dit is allemaal begonnen in september. Afgelopen september? Ja. Oh, zo kort pas? Ja. Jezus. Dus eigenlijk is het heel snel gegaan, het traject. Ik had niet verwacht dat het zo snel afgelopen zou zijn. Nee, inderdaad. Oké, okay, nou Vito, we gaan jou even lekker poetsen en dan gaan we lekker rijden. Ik heb nog nooit eigenlijk les gehad. Met die van jou? Nee. Ik zou het wel een keer willen. Ja, het is wel willen. Leuk hoor. Maar oh, dit red je allemaal, zie ik. Oh, even er ons erin. En ga je ook wel zo buiten met die van jou? Nou, we wonen best wel bij een drukke weg. Oh, dat is onhandig, ja. Ja, maar ik kan wel door alle weilanden heen kan ik wel een stuk komen. Maar niet dat je denkt van... Nee, nou, niet lekker door de bossen en zo. Nee. Maar ja, als je thuis een bak hebt, dan... Sommige mensen, die weet het, mijn moeder die moest altijd alleen in de, weet het, in de weilanden rijden. Ja. Als je geen bak hebt, dan is het wel echt balen, hoor. Ja, ik had in het begin ook nog geen bak, dus... Ik reed in een soort van kampje, ja. Maar daar had ik wel gewoon letters in. Dus, en op een gegeven moment, nou ja, met oud nieuws en mijn oma toen nog van... God, waarom ga je nog steeds naar de manege toe als je zelf een paard hebt? Toen zei ze, dan krijg je van mij een bak. Echt waar? Ja. Oh, vet. Dus heeft mijn vader die zelf gemaakt. Oh, super chill. Hij kan best wel makkelijk aan die aan de teugel, deze. Ja.
En weet je wat er met Vito is? Hij is een beetje een diesel. Hij in het begin dan denk je echt van, oh, hij is vet traag en zo, dan moet hij een beetje opstarten. Yeah. Maar nadat hij gegaloppeerd heeft, nou, dan ineens staat hij aan en dan zegt hij, ja, wat moet ik voor je doen en zo. En in het begin dan kunnen we even gaan draven. Oh, bij jou niet. Vito, neem je me nou in de zeik dat je altijd zo traag bent. Eigenlijk rijd ik nooit buiten, maar alleen met Vito altijd, alleen met Yves nooit, maar eigenlijk is het veel lekkerder. Ja, vooral als het mooi weer is. Ja joh, of als het zonsondergang is of zo. Oh ja. Oké, Yves opstapje, Vito op. Braaf. We gaan op de foto bij de limo, vet! Oh, daar komt de limo. We hebben net de paarden op stal gezet en ik mag een rondje mee in de limo. En jullie mogen ook meekomen, we gaan in de limo. Hoe lang is het? Wauw, wat een ding! 9 meter! 9 meter? 9 meter. Oh, wauw, wat is het vet! Als je op een paard kan zitten, kan dit ook hoor. Ja! Cool! Wow, hier is het echt gaaf zeg! Oké, wacht. Ik ga even een selfie maken met je. Heb je borrelglazen in de hand? Oh, ik zie zelfs champagne. Je de champagne? Weet je wat het is? Vanaf de buitenkant kan je niks zien. Het is helemaal zwart. En jullie kunnen wel iedereen zien. De mensen die kijken zo naar binnen, omdat het best wel merkwaardig is. En wij zien hun kijken. Ja, en zij jullie niet. Ja. Oh, maar alles is ook gewoon roze. Ja. Roze, dit is echt gewoon mijn droomauto. Ja. Maar wist je dat je met een limo werd opgehaald? Ja, dat wel. Maar mijn vriendinnen wisten dat niet. Oh, jullie wisten het niet? Nee, en ik zat ze een beetje gek te maken. Ik zei tegen een vriendin van, ja, misschien gaan we wel met een vliegtuig. Misschien gaan we wel met een paardenkoets. Maar alles behalve een limo, zei je. Ja. Oké, wij zijn weer terug op stal. Ja. Ik heb nog een klein goodiebag voor je. Oké, nou ik ga een knuffel geven en nog heel veel plezier. Dankjewel. Ik vond het super leuk om je te ontmoeten. Ja, ik jou ook. En ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad en eet smakelijk met opa en oma zometeen. Dankjewel. Doei. Doei. Oh, ik krijg gewoon helemaal de deur zelfs open gedaan. Ja. Oké, ik ben er in het midden van de Kanaaldijk ben ik eruit gezet, want ik kon niet helemaal mee naar Groningen. Maar ik heb een heel goed gevoel dat ik de wens van Dijna en Nienke in vervulling heb laten gaan. En ik hoop ook dat ze een hele leuke dag hebben gehad. Ik zag ze wel lachen en stralen, dus ik denk het wel. Dan wil ik tegen jullie nu zeggen, doe allemaal een duimpje omhoog voor Dijna en een duimpje omhoog voor Nienke. En dan wil ik tegen jullie nu zeggen, super bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!